Hallo, ik ben Mark de Jong en langs deze weg lees ik onze blogs voor die gaan over het vakgebied van planning en planningsoftware, specifiek voor projectmatig werkende dienstverleners. In deze aflevering hebben we een gastblog van Jelle Verhagen van 2 Orange Audiovisueel en ICT. Hij is expert op het gebied van audiovisuele middelen en presentatieapparatuur. En in deze blog gaat hij in op waarop je moet letten bij de aanschaf van een planbordmonitor. Daar gaan we. Vier aankoopoverwegingen voor een planbordmonitor. Ook wanneer je een planbordmonitor koopt, geldt goedkoop is duurkoop. Klanten vragen ons regelmatig welke monitor ze het beste kunnen kopen om ons planbord op af te beelden. Daarmee bedoelen ze niet een beeldscherm voor aan hun eigen computer. Ze zoeken een grote monitor waarmee meerdere mensen tegelijkertijd de planning kunnen bekijken. Om deze vraag te beantwoorden hebben we de hulp ingeschakeld van Jelle Verhagen. Hij is partner bij Two Orange Audiovisueel en ICT uit Moordrecht en een specialist op het gebied van audiovisuele oplossingen. Volgens Jelle zijn er vier factoren die bedrijven moeten overwegen als ze een monitor voor een digitaal planbord willen kopen. Dit zijn: type gebruik, touchscreen of niet, de grootte en Professioneel merk. 1 Type Gebruik Bedenk voordat je een monitor voor een digitaal planbord gaat kopen wat je met de monitor gaat doen. Ga je hem alleen voor het weergeven van het planbord gebruiken? Of ga je de monitor ook bijvoorbeeld inzetten voor videovergaderingen en presentaties? Is dat het geval, dan spreek je in vaktaal over een multipurpose monitor. En daarvoor heb je specifieke modellen. Vraag jezelf ook af in wat voor ruimte de monitor komt te staan. Wordt hij bijvoorbeeld alleen maar intern voor het personeel gebruikt? Of komt de monitor misschien in een ruimte te staan waar ook de klant komt? In het laatste geval is uitstraling belangrijk. Je wilt natuurlijk een goede indruk maken bij je klant. Dat gaat beter wanneer je een luxe model van een monitor koopt. In een boardroom zal men vaak voor een chicere en/of geïntegreerde oplossing kiezen. In deze ruimte vinden namelijk vaak dagelijks verkoopgesprekken plaats. Met bijvoorbeeld een maatwerkmeubel maak je het allemaal net wat chieker. Hangen of rollen? Waar je ook aan moet denken is hoe je het toestel gaat ophangen. Vaak gebeurt dat aan de muur, maar het hoeft niet. Het is ook mogelijk om een monitor op een voet of trolley te plaatsen. Je krijgt dan meer het idee van een digitale flipover of een verrijdbare presentatieopstelling. Dit geeft je meer flexibiliteit. Met bepaalde trollies kan je de monitor tevens in hoogte verstellen en bij luxere uitvoeringen zelfs kantelen. Je kan het vergelijken met een soort touchtafel, zoals je wel eens in de film ziet. Een touchtafel is vaak maatwerk in combinatie met een meubel. Je bent hierdoor vaak duurder uit. In de praktijk blijkt dat zo'n touchtafel ook niet altijd even praktisch is. Een betere opstelling, zeker voor een planbord, is een schuine opstelling van 45 graden, zoals een tekentafel van een architect. Een ander aspect is de locatie ten opzichte van de zon of andere sterke lichtbronnen. Er zijn specifieke monitoren met een hoge helderheid die zelfs in de zon nog een helder beeld kunnen tonen. Deze monitoren zijn zogenaamde high-brightness-schermen. Deze zijn vaak wel een factor 5 tot 10 duurder dan reguliere monitoren met een normale helderheid. 2. Touchscreen of niet. Wil je een monitor kopen waarmee je via een touchscreen het planbord bedient? Of zoek je een monitor om alleen de planning op weer te geven. Het leuke van een touchscreen is dat je interactief kan werken. Je staat met z'n allen naar de planning te kijken. Wil je het aanpassen? Dan doe je dat door met je vinger of pen over de monitor te bewegen, net als met een muis. Infrarood. In het verleden werkten touchscreens veelal met een infrarood-techniek. Rondom het LCD-panel zat dan een opstaande rand waarin infrarood-sensoren verwerkt zaten. Onderbrak je die stralen, dan gaf de monitor dit via USB door aan de computer. Hierdoor wist de computer precies waar de cursor zich op het scherm bevond. Vaak hadden de wat oudere schermen veel vertraging door deze techniek, wat irritant werkte. Daarnaast konden de infraroodstralen ook onderbroken worden door andere bronnen, zoals lampen of beveiligingscamera's. De laatste generatie touchscreens zijn een stuk beter geworden. Ze werken allemaal met een laag over de monitor heen, meestal een glasplaat. Je vinger is in feite de muis. We onderscheiden op dit moment drie technieken, welke breed worden toegepast. Infrarood met Optical Sensing Deze techniek wordt veelal toegepast in samenwerking met de infrarood techniek. Samen met camera's in de hoeken van de monitor registreert de monitor bewegingen veel beter dan alleen met infrarood. Het schrijven gaat sneller en je hebt minder last van vertraging. Bij recentere versies van de infrarood techniek is het mogelijk om met 2, 6, 8, 16 of 32 drukpunten te werken. Dit heet multitouch. Het is erg interessant wanneer je op je nieuwe te kopen monitor samen aan het planbord gaat werken. Het is ook interessant voor spelletjes en andere grafische toepassingen. Let op: de software die je gebruikt moet ook multitouch ondersteunen. Capacitive Touch: bij deze techniek heb je geen randen meer bovenop het scherm, de sensoren zitten onder de glasplaat, net zoals bij je smartphone of tablet. Vuil, daglicht. Of vele lampen kunnen niet voor verstoringen zorgen. Capacitive Touch ziet er strakker uit. De monitor is doorgaans vlak aan de voorkant en de rand van de monitor ligt achter een glasplaat. Dat is vergelijkbaar als bij een telefoon of tablet. In glastechnologie. Koop je een planbordmonitor monitor met deze techniek, dan zitten de sensoren letterlijk in het glas gebakken. Het lijkt dan net alsof je op papier schrijft. Dat gevoel heb je bij de Capacitive Touch en Infrarood veel minder. Capacitive Touch kan je vergelijken met een glazen bijzettafel. Het papier ligt onder de tafel en je schrijft door het glas heen op het papier. Er zit dus ruimte tussen je pen en het document waar je op schrijft. Hierdoor werkt het allemaal minder lekker dan bij de in-glaas techniek. De glasplaat van een in-glaas touchscreen zit letterlijk tegen het LCD-panel aan. Hierdoor heb je geen valse inkijkhoek meer en geeft het de beste schrijvervaring. Welke type techniek voor jou de beste is, is afhankelijk van factoren zoals hoeveel mensen gaan ermee werken, hoe vaak wordt hij gebruikt, is het in een schone omgeving, wordt er een stylus gebruikt, moet er tevens op getypt worden, wat is de kijk- en gebruiksafstand, full HD of UHD slash 4K beeldresolutie. Wat is het te besteden budget? 3. De grootte. De grootte van de planbordmonitor die je wil gaan kopen is erg afhankelijk van het gebruik. Wil je gaan werken met een touchscreen? Neem dan niet een te grote monitor. Je staat er immers vlak voor, anders verlies je snel het overzicht. Ook moeten je bewegingen erg groot worden als je ineens een planningsboeking van rechtsboven helemaal naar linksonder moet slepen. Houd voor een touchscreen voor alleen het planbord een grootte van 55 tot 70 inch beelddiagonaal aan. Een inch is 2,54 cm. Monitoren worden altijd in beelddiagonaal gemeten. Wil je de monitor samen met een trolley gebruiken? In dat geval dien je 55 tot zeker 70 inch aan te houden. Het idee van een trolley is dat je het scherm makkelijk kan verplaatsen. Met monitors groter dan 70 inch je vaak niet meer door een deur. Hierdoor bind je het scherm toch aan een ruimte. En dat was nou net niet de bedoeling. Welke maat past wanneer het beste? Wil je een monitor kopen om het planbord alleen af te beelden, dan is een wat kleiner scherm van 43 tot 65 inch voldoende. De grootste monitor uit één stuk, die sinds medio 2018-2019 verkrijgbaar is, is 98 inch diagonaal. Dat is voor een vergaderzaal leuk, maar voor een planbord veel te kostbaar en onpraktisch. 40 inch is daarentegen weer erg klein. Als vuisregel kan je 10 inch per meter presentatieafstand aanhouden. Hou wel rekening met de vraag of je in vol HD of 4K informatie presenteert. Advies hierover inwinnen is raadzaam. Wanneer je een planbordmonitor gaat kopen, dan geldt de vuistregel. 10 inches aan beeldscherm per meter afstand van de presentatie. Landschap of portret. Je kan een monitor in landschap of portretstand ophangen, in de markt doorgaans benaamd als landscape of portrait monitor. In de praktijk worden monitors in 95 van de 100 gevallen in landschap opgehangen, zeker als de monitor multi-inzetbaar moet zijn. In de landschapsstand krijg je de beste resultaten voor het weergeven van tekst, plaatjes en video's. Vrijwel alle content, zoals PC-beelden, filmpjes en foto's, worden in landscape aangeboden. In portret krijg je boven en onder zwarte balken en dit ziet er niet fraai uit. Gebruik je de monitor ook voor narrowcasting, dan heb je in de portretstand veel minder regelafstand. Hierdoor zal je snel lange lappen tekst krijgen. Waardoor tekst lastiger te lezen is. Als je uitsluitend een planbord op je monitor wilt weergeven, dan zou ophangen in portret kunnen werken. Kies dan wel voor een professionele monitor. Consumentenmonitors zijn hiervoor niet gebouwd. Die kunnen in deze stand hun warmte niet kwijt, waardoor je storingen kan krijgen. Vaak zijn deze schermen gemaakt om in een landscape te hangen en om gemiddeld 4 uur per dag aan te staan. Dus niet 16 x 7 of 24 x 7 wat de meeste professionele monitoren wel kunnen. 4. Professioneel merk. Een monitor voor je te kopen is op het eerste gezicht heel makkelijk. Iedereen is wel bekend met de MediaMarkt of coolblue.nl. Een beetje klikken en de volgende dag heb je een tv voor een goede prijs op de zaak. Een tv is alleen geen monitor. Tv's zijn voordelig, maar zijn bijvoorbeeld niet gebouwd om langdurig aan te staan. Het is goed om te beseffen dat deze schermen geschikt zijn voor particulier gebruik. Een tv is heel anders dan de monitor die je voor het planbord of presentatie wilt gaan gebruiken. Product voor de consument of professional? Wil je bijvoorbeeld een monitor die automatisch ochtends met het planbord opstart en s'avonds weer afsluit, dan heb je een professionele monitor met timerfunctie nodig. Deze zijn uitgerust met een ingebakken mini-PC. Je sluit het scherm aan op het internet. Vervolgens kan hij automatisch opstarten met een internetpagina zoals het planbord van Timewax. Een professionele monitor kan je ook beveiligen. Je kan de knopjes vergrendelen en afstandsbedieningen blokkeren. Zo voorkom je dat personeelsleden met de instellingen gaan rommelen. Werken met meerdere schermen. Wil je vanuit één computer meerdere beeldschermen aansturen en overal het planbord tonen, dan heb je een splitter nodig. Een computer heeft doorgaans maar één video uitgang via HDMI. Je kan hier dus maar één scherm op aansluiten. Je hebt in dit geval een splitter nodig met een enkele invoer en meerdere, bijvoorbeeld 2, 4, 8, 16 outputs. Wil je meerdere ingangsbronnen hebben, dan moet je een matrix hebben, bijvoorbeeld 4x4, 8x8, 16x16. De getallen staan voor de aantallen inputs en outputs. Een matrix is een hardware onderdeel je kan hierop meerdere HDMI-invoer- en uitvoerbronnen aansluiten. Vaak komt er wat softwareprogrammering bij kijken, waardoor een specialist hierbij doorgaans een must is. Ga voor een bekend merk. Professionele monitors zijn beter bestand tegen aanraking. Ze gaan ook het beste om met de resolutie van de video's die binnenkomt. Consumentenmonitors kunnen dit minder goed, waardoor je vaak no signal zal zien. Net als op de consumentenmarkt tref je ook in de professionele markt een grote hoeveelheid aanbieders aan. Het advies is om te kiezen voor een merk dat wereldwijd verkrijgbaar is. Die hebben vaak een betere service met een zogenaamde on-site garantie. Gaat er iets mis, dan staat er de volgende dag een monteur op de stoep. De kleinere spelers en merken redden het vaak niet. Ze kunnen niet snel genoeg meekomen met de nieuwste technologie en de service is veelal een stuk minder. Professionele monitoren zijn aan te raden van merken als Samsung, LG, NEC, Philips en Sony. Tot slot, we hopen dat het allemaal wat duidelijker is geworden. De markt voor professionele monitors en accessoires is echt heel anders dan de markt voor consumentenmonitors. Het gebruik in een zakelijke omgeving is wezenlijk anders en dat vraagt om andere eigenschappen van een scherm. Het is verleidelijk om snel op internet een monitor te kopen. De uitspraak goedkoop is duurkoop geldt hier ook. Voor het aanschaffen van een professionele monitor raden we je aan om met een expert te overleggen. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op goed en effectief gebruik. Een expert kijkt ten eerste waar de monitor komt te hangen. Daarnaast kan hij of zij adviseren of een beugel of een standaard verstandig is. Ook houden ze rekening met bijvoorbeeld tegenlicht. En al die andere factoren. Op basis van de omstandigheden biedt hij of zij een passende oplossing. Het is maatwerk met het doel om het beste uit je monitor en planbord te halen. Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnteresseerd in meer? Ga dan naar www.timex.nl slash blog om je gratis te abonneren. Tot de volgende!